dat wij erkennen dat er een God boven ons is. Na alles wat wij ondernemen, is het belangrijk dat wij die God waarderen en hem de nodige kracht en wijsheid mag vragen om dit project tot een goede eind te brengen. Als wij met de ceremonie zullen beginnen, laten wij de hoofden buigen voor het gebed. Onze dierbare God, wij danken u Heer dat wij ook deze morgen in goede gezondheid hier kunnen zijn. Op het project hier waar wij de eerste steenlegging mogen plaatsen om dit gebouw tot het volle einde te mogen brengen. Heer, als wij het aanzet mogen geven, mogen uw geest en uw kracht ons verder leiden om dit werk op een goede manier te mogen voltooien. Zegen onze samenkomst hier en mogen alles ons wel gaan in Jezus' naam. Amen. 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 Als tekst wil ik u allen meegeven. 1 Korintiërs hoofdstuk 3 vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop anderen voorbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Natuurlijk gaat het niet over letterlijk bouwen van woningen, maar het gaat om de fundament, de leer, het evangelie dat gebracht moet worden. Maar als ik goed moet kijken, dan is Paulus iemand die precies weet wat bouwen inhoudt. Om te bouwen heb je een fundament voor nodig. Dat moet je leggen in de grond. En hier hebben wij reeds een fundament waarop we verder kunnen bouwen. En de eerste steenlegging wordt in de hoek geplaatst, waaruit van alle kanten het bouwwerk verder voltooid gaat moeten worden. Als we hier zijn als ceremonie om de eerste steen te leggen, danken wij de initiatiefnemer. Om iets te doen moet je initiatief hebben, want dring moest je ergens. En als initiatiefnemer willen wij Grace Jenaton bedanken met het initiatief. En het is een project voor de gemeenschap en we zien hier een heleboel mensen vertegenwoordigd staan die verschillende groepen vertegenwoordigen. We hebben de pers, we hebben mensen van Hazard, we hebben mensen van de omgeving. Dat geeft aan dat er een bepaalde vertegenwoordiging hier aanwezig is. We hebben mensen die het werk ook bouwkundig ook moeten afronden. Dus als we hier zijn, danken we God voor dit gebeuren. En in dit geval willen wij dan de oudste tussen ons het voorrecht geven om de eerste steen te leggen. En dat is de vader van Grace Jenaton, Robbie Jenaton. Het voorrecht is aan u. Misschien is het een verrassing, maar positieve verrassingen zijn goed. De oudste tussen ons hier mag de eerste steen komen leggen, natuurlijk met assistentie. Komt u erbij, Okobi? Uru Palmaya. Kom maar, Rekha. Ik krijg de nodige assistentie, dus je naam Fredrik. Ja, kom. Zit in cijfer. Met de besprenkeling hiervan geven wij het startsein van dit geweldig project aan. Mogen de heren de werkzaamheden zegenen en de arbeiders beschermen zodat zij zonder ongelukken en in vreugde hier komen mogen werken en het werk naar behoren afronden. Mogen de heren u allen zegenen. Grace Jenaton met vader en moeder en familieleden.
voor de gemeenschap Grace. Smano, sabio moro. Vertel wat over jezelf. Ja, sommige mensen die kennen mij nog, Grace. Ik kom ieder jaar kom ik naar Suriname. Ja. En doe ik iets voor de gemeenschap. Als het een festival is, een core battle, een dansie en zo. En ik had gedacht van, ik heb dit gekocht toen. En ik dacht van, zal ik huizen hier zetten? Nee, doe maar niet, want ik woon hier niet. Ik kom maar even en ik ga weer terug naar Nederland. Ja. Laat ik iets doen voor de gemeenschap. Ja. En het beste wat ik kan doen voor de gemeenschap is recreatiezaal. Dat mensen kunnen chillen, dat mensen terecht kunnen. Het is jammer genoeg komt het te laat voor sommige ouderen van deze straat. Het is niet alleen maar voor de woonomgeving hier, maar voor iedereen eigenlijk. Alle Nigerianen. Dus iedereen is welkom om hier te komen chillen, een domino te komen spelen. Wat te komen eten, drinken, een biggie smadee. Ik heb heel veel in petto samen met de rest van de organisatie, want ik sta er niet alleen voor. Hè. Ik heb mijn zus, ik heb Sylvie Pile, Byron Hobashu en wie nog meer? Joke Belswijk, die in de organisatie zitten. En wij allemaal doen iets, proberen iets te doen. Voor de mensen hier zo. Goed, Grace, wat velen niet weten, de meneer Rex van u is uw vader. Is mijn vader, ja klopt. Jaren dus in de sportwereld, hè? Ja, nog steeds een beetje. Nog steeds. Links, oud-collega van mij van openbare werken. Ja. En ik zie u na 40 jaar met klas. Na 40 jaar, we zaten in één klas. Ja, geweldig, klopt. En u bent even jong gebleven. Maar nu komt mijn vraag, Grace. Aan gebouw zou op het aan het toebarkje SRD? Nee. Van waar haalt u de centen? Ja. Het kost heel veel geld. Ja. In Nederland kook ik voor sporters. Ik maak wekelijks 200 porties. Okay. En met dat geld koop ik spullen en dan verkoop ik de spullen weer hier. En met dat geld koop ik dan bouwproducten. Ja. Want sponsoring gaat een beetje moeizaam. Alles is duur in Suriname. Dus mensen die geven niet meer zo gauw iets. Dus planning. Eigen middelen. Ja. Ja. Ik plan het en we hebben vorig jaar een jungle dansie gegeven. Ja. En met dat geld hebben we de fundering gelegd. En van het jaar een autocar battle. En met dat heb ik de rest van de materialen gekocht tot dakhoogte. Wanneer denkt u dat ik kan conclueren eerste troef Kolja? Ik denk voor het einde van het jaar. Voor einde van het jaar, nog? Kijk, geweldig. Ja, 100%. Dan wil ik aan uw moeder vragen, die nog geen 50 is. Oud-collega van openbare werken. Wat betekent het voor u dat je dochter Epotwang gemeenschapproject? Dus aan het Jensrevi, maar voor de gemeenschap, voor mensen van de buurt. Ik vind het geweldig. Ja? Daarom weet ik elke dag dat de Heer haar mag zegenen. Ja. Zodat ze klaar komt met dit. Het gaat lukken. Het lukt en het gaat wel lukken. Geweldig. Meneer Vreeser, u bent ook in verschillende, u heeft ook verschillende petten op. Wat betekent dit voor u, zo'n project? Dan wil ik accentueren, we gaan de jongeren van de straat moeten houden. Oké. Bedankt voor de gelegenheid. Ik mag u helder bij vermelden dat vanaf het prille begin Grace mij gecontroleerd heeft om haar droom te geven. Ja. Natuurlijk, zulke dromen, zulke doelstellingen, sta ik 100% erachter. Dus mijn bijdrage lever ik wel om dit gebouw naar behoren op te zetten. Ja. En hopende dat het naar het termijn dat gepland is, dat we het kunnen afronden. En wat betreft de jongeren, dat is een koppijn voor ons in dit district. En als wij een bijdrage daartoe kunnen leveren, om de jeugd wat handvaten te geven om dit leven beter aan te kunnen, dan hebben ze mijn ondersteuning ook. De rol van Hazard hier, meneer? Oké, wat betreft de rol van Hazard? Ja. Ik ben jarenlang bezig bij Hazard, met de prison ministry. Hier zijn ze wel bezig om de bouwwerkzaamheden een push te geven. Het doel van Hazard ook om in de gemeenschap te helpen waar nodig.
ja. Met bouwactiviteiten. Ze worden overal ingezet in het district. Vind ik een pluimpje. Dat is geweldig wat ze doen. Dankjewel, meneer Vreese. Tot slot, wilt u nog wat toevoegen voor Grace? Tot slot wil ik iedereen bedanken die hier is. En iedereen die achter mij staat eigenlijk. Achter onze stichting. Want we hebben een stichting. Stichting Grace for You. Ja. Ik wil ze allemaal bedanken. Ik wil Roberto Fraser ook bedanken voor zijn steun. Want hij doet het uit eigenlijk gratis. Ja. Als je een aannemer moet nemen, dan ben je driekwart van je bouwgeld kwijt. Dus ik waardeer het. En de cipiers ook bedanken. Ja. En mijn ouders ook. En ik hoop dat zij dit heel lang mee ervan mogen genieten. En verder zien we hoe het gaat lopen. Als het klaar is, dan hoop ik iedereen hier zo weer een keertje te zien. Ook jou. Dus geen private project van familie Chin, toch? Nee. Het is geen privé. Ja. Creatiezaal niet. Nee. Is voor iedereen. Ja. Dank u wel. Het terrein is heel groot, misschien dat er nog iets komt voor onszelf. Ja. Maar die recreatiezaal, die is voor de gemeenschap. Dank u.